En vandaag gaan we het hebben over de klacht die Testaankoop heeft ingediend tegen LinkedIn en Meta. En uiteraard ook daar nodig ik heel graag een expert uit. En dat is vandaag Ortwin Huismans. Dag Ortwin. Dag Doreen. Ja, een klacht. Dan denk ik eerst en vooral, zoals iedereen, welke klacht? Wat is er gebeurd? Wat is er misgelopen? Wel, we hebben inderdaad een klacht ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is de waakhond die waakt over onze privacy in België. De overheidsinstantie die zich daarmee bezighoudt. Inderdaad, de GBA. En dat is tegen Meta, dus het moederbedrijf van Facebook, van Instagram, WhatsApp, Threads enzovoort. En daarnaast tegen LinkedIn, dus twee grote sociale mediabedrijven. En we hebben dat gedaan omdat zij hun privacyverklaring hebben aangepast. Dat gebeurt af en toe. Vaak zijn we ons daar niet van bewust. Maar dat is net ook het probleem hier. Mm-hmm. Wat hebben ze aangepast? Voortaan hebben zij de toelating om jouw gegevens, jouw persoonlijke gegevens, te gebruiken om artificiële intelligentie te voeden en te trainen. Dus artificiële intelligentie. Slimmer te maken. Inderdaad, ja. Dat moet gevoed, dat moet getraind worden. Dus die krijgen dan informatie en menselijke informatie is daarbij goud waard natuurlijk. En zij worden gevoed en dus ze gebruiken daarvoor onder andere jouw foto's, jouw persoonlijke berichten, jouw statussen, alles wat jij post, alle berichtjes die jij stuurt naar je familie, naar je vrienden, die kunnen ze eigenlijk gebruiken, exploiteren om die artificiële intelligentie te trainen. That sounds scary. Dat is inderdaad best wel akelig. En ze hebben dat ook op een slinkse manier eigenlijk gedaan. Heel vaak gebeurt het dat je zo van die scherm een scherm krijgt waar je toestemming moet geven. En heel vaak denken mensen daar niet bij na. Maar eigenlijk moeten die bedrijven normaal de toelating vragen en ook heel helder uitleggen wat er precies verandert. Mm. En die twee zaken zijn dus niet gebeurd bij LinkedIn en bij Meta. Zij hebben ons dus als gebruiker niet op de hoogte gebracht. Onvoldoende ingelicht, onvoldoende op een heldere manier. En bij LinkedIn is het zelfs nog erger. LinkedIn laat niet toe dat jij zegt, nee, ik wil dat niet. He, dus zij laten niet toe dat jij weigert dat jouw persoon. Dan kan je het niet meer gebruiken. Je wordt eigenlijk gedwongen. Ja. He, bij Facebook is het een kleine notificatie geweest, maar onvoldoende duidelijk. Mensen zijn onvoldoende bewust gemaakt dat hun gegevens, hun persoonlijke gegevens, eigenlijk worden gebruikt. Mm-hmm. Ja, ik denk dan ook aan andere social media, zoals de X, de voormalige Twitter. Vandaag ook TikTok en Snapchat, denk ik, misschien nog meer gebruikt door de jongeren. Zeker ook omdat het dan onze jongeren zijn die dat gebruiken. Hoe zit het daar dan mee? Ja, die zijn zich natuurlijk nog veel minder bewust van de gevaren daarvan. Mm. Bij Snapchat en bij TikTok hebben we nog niet dergelijke praktijken gezien. Bij X hebben we wel soortgelijke praktijken gezien. En daar zijn we dus nu ook een onderzoek hier bij Testaankoop gestart. En we gaan dus na inderdaad of dat zij ook laakbare zaken gedaan hebben. In dat geval gaat er ook een klacht volgen, uiteraard. Maar het is eigenlijk iets wat je ziet in heel die sector, die techsector. Ja, die zien een groeiende markt van artificiële intelligentie. Die proberen allemaal de marktleider te worden. En dus die informatie, die menselijke informatie, gegevens zijn zoveel waard. En ze proberen met alle middelen die proberen te bemachtigen. Ja. Hoe ver staan we dan vandaag met de klacht of met de procedure? Dus wij gaan ook altijd eerst als Testaankoop de bedrijven zelf aanschrijven. Mm-hmm. En we hebben dus Meta en LinkedIn aangeschreven en gewezen op die inbreuken. En daarnaast loopt ook nog die klacht. In beide gevallen hebben we snel een reactie gekregen. Dus dat is ergens positief. Facebook heeft die praktijken opgeschort. Dus zij doen dat niet langer. Okay. We blijven het wel goed in het oog houden natuurlijk. Hè. Mm-hmm. We blijven wel nagaan of er niet soortgelijke zaken nog altijd gebeuren. En we hopen ook dat de GBA nog altijd een onderzoek instelt. Bij LinkedIn, zij hebben ook gereageerd. Ze hebben gezegd, we gaan niet langer mensen niet toestaan om te weigeren dat hun gegevens gebruikt worden. Dus dat is positief, maar al die informatie die zij op illegale manier hebben verkregen, die blijven zij ook wel bijhouden. Ja. Dus die worden misschien nog geëxploiteerd, dat weten we niet. Maar daarom willen we ook wel echt dat de GBA, dus de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat blijft opvolgen en dat onderzoek verder zet. Misschien is dat ook wel een beetje deel van jullie doel om mensen zich bewust te maken van het feit dat het gebeurt. Want eerlijk gezegd, ik gebruik WhatsApp ook
heel vaak. En de inhoud van mijn berichten wordt dus eigenlijk gebruikt om AI slimmer te maken. Ja, wij weten natuurlijk weinig over de interne keuken van die bedrijven. We weten alleen dat op een slinkse manier mensen de toelating geven zonder zich ervan bewust te zijn om dat te gebruiken. Ja. Wat ermee gebeurt, dat weten we niet. Maar het dus kan wel zeker zijn. Voorzichtig blijven met wat we doorsturen. Ja, zeker weten. Ja. Oh, zeg, nu maak je mij echt bang. Ja, we moeten natuurlijk niet paranoia worden. Maar dat is toch wel iets waar we ons van bewust moeten zijn. Dat die heel wat informatie over jou hebben, dat die je soms beter kennen dan jezelf. Ja, absoluut. Oké, is er nog iets dat je daarover wil vertellen? Blijf waakzaam en wij blijven het opvolgen. Ja, en ga eens kijken in de privacy instellingen of zo van je inderdaad, social media. Je gaat het lezen. Ja, het is heel menselijk natuurlijk. Hè. Mensen willen hun Instagram openen, zien naar een scherm dat zegt accepteren. En iedereen klikt gewoon op accepteren, omdat hij zijn Instagram wil checken. Maar ja, er is een keerzijde. En ze gebruiken eigenlijk ook die nonchalance een beetje. En daar is hetgeen wat het laakbare is. Ze gebruiken die nonchalance eigenlijk om zo de toelating te verkrijgen op een onbewuste wijze. Oké, dankjewel om ons daar een beetje slimmer over te maken. Met veel plezier. Tot de volgende keer. Tot de volgende.